Woerden heeft een rijke historie. Van het noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen, van de Romeinse tijd, Castellum Laurium en de Limes, tot Holland en Utrecht. Woerden als toneel van strijd tussen graven en bisschoppen. De Oud-Hollandse waterlinie, de Oude Rijn, de Binnengracht en de Vestingswal. Woerden als vestingstad. Verschuivende grenzen zijn een kenmerk van Woerden. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de kunst en de cultuur, de plaatselijke evenementen en de zorg voor monumenten. Woerden kent veel bijzondere en spannende verhalen. Ik noemde al even de verdedigingswerken. Woerden was een kleine, maar strategische plaats. Om Woerden te beschermen, dwingt Willem van Naaldwijk Woerdenaren een gracht te graven en een houten palissade te slaan. Met eigen middelen en eigen mankracht. Als dank daarvoor kregen we op 12 maart 1372 stadsrechten. We staan hier dus op een historische plek. Zelf aangelegde en bekostigde verdedigingswerken. Stadsrechten dankzij onze ondernemende geest en het gewoon doen. Dat typeert voor mij Woerdenaren. Ondernemend, doen en betrokken. Ook in deze tijd zien we dat terug. Een tijd die voor iedereen bepalend is, van financiële tot gezondheids- en welzijnseffecten. Maar wij Woerdenaren kijken naar elkaar om. We organiseren leuke dingen en we kijken naar wat wel kan. Een grootse stad met een dorps- en sociaal karakter. Wat nog sneller groeit dan mijn coronakilo's en mijn haar, is het verlangen naar een feestje. Samen kunnen vieren. Samen genieten van alles wat Woerden te bieden heeft. Zoals we dat altijd al deden. En ook al staat ons hoofd er niet direct naar, ik kijk met verlangen vooruit. Want in 2022 is het zover. Dan zijn we 650 jaar stad. En dat gaan wij, Woerdenaren, vieren. Woerden wordt een feeststad. Wij Woerdenaren zijn én eigen én wijs. We ondernemen en we doen. Vaak ook op onze eigen wijze. En natuurlijk zijn wij Woerdenaren wijs met Woerden. Ik kijk er naar uit om iedereen in 2022 feestelijk te ontmoeten. Dit jaar nemen we je mee in wat je in 2022 allemaal kunt verwachten. En natuurlijk door wie het mogelijk wordt gemaakt. Dat doen we door video's en via onze social media kanalen. Op 12 maart 2022 openen we ons feestjaar, gevolgd door een jaar vol festiviteiten. Een inclusief feestjaar waarin we in het nu onze historie vieren met de blik naar de toekomst. Op naar een Woerdenwijs 2022.